Hi, tweelingen en kreeft. Twee individuele tarotreadingen voor jullie allebei. Ieders eentje. Nee, twee voor tweelingen, nul voor kreeft. Dat zou het zijn. Ik hou een bordje op voor kreeft. Dat als kreeft aan de beurt is. Ik begin dus met tweelingen. De reading is geldig voor de komende 2 weken. En mijn naam is Annemiek Nu. En aan het einde vind je andere video's van mij in de speellijst. Anyway, tweelingen. Ik heb al 1 kaart voor je. De Hierofant. De Hierofant gaat over contracten. En nu heb ik hier de Pentakels 8 en Pentakels 9. Pentakels, een ander woord ervoor is munten. En een ander woord voor munten is ketjeng, kassa, geld. Dus het kan zijn dat er een contract met betrekking tot geld, inkomen, je werk, gaat veranderen. Ik zie hier allemaal mannen. Ik vind de Pentakels 9 vind ik heel erg op een vrouw lijken. Maar het wordt een man genoemd in de tarot. Ik heb hier allemaal mannen. Waar de Hierofant juist ook over kan gaan, is is vrouwelijke invloed. Het is bijna alsof ik alle kaarten op de kop zou moeten hebben om aan te geven dat het dus... deze kaart zou op de kop moeten zijn. Maar dat klopt niet voor de rest van het verhaal. Maar het is wel wat ik er uithaal, wat ik erbij doorkrijg. Dat het met financiën is... Er is dus juist geen vrouwelijke invloed op de beslissing of op het contract... En als jij zelf een vrouw bent, dit is het. Daarom zit ik ook zo te stotteren, kom ik niet uit mijn woorden. Ik weet niet of je vaker naar me gekeken hebt, maar het is niet echt iets voor mij. Jij als vrouw, als jij een vrouw bent, jij hebt geen invloed. Jij kan niet het contract beïnvloeden. Of jij komt niet onder het contract uit, als je dat zou willen. De Hierofant gaat over vertrouwen hebben in de toekomst. En dat heb je wel, maar je zou kunnen zeggen, dit is waar je nu doorheen gaat. Komende 2, 3, 4 dagen. Dat dit is iets is wat je gaat merken of waar je al in zit. En je gaat daar ondersteboven van zijn. De koning van Kelken is niet... een stabiel iemand. De koning van Kelken is iemand die onzeker is omdat hij zijn gevoelens onderdrukt. Maar het is wel iemand, nogmaals, dit is dit zijn werkkaarten ook, zou je kunnen zeggen. De koning van Kelken is wel iemand die goed is in werken. Hij is professioneel. Het is een zakenman. Misschien wil je eigen bedrijf opzetten. Misschien heb je een eigen bedrijf of eigen praktijk. Of een hobby waar je geld voor kan vragen. Of op zijn minst is het iemand. Ben jij iemand die geleerd is. Je hebt geleerd over dat vak dat je uitoefent. En je bent er trots op. Want je hebt altijd goede oplossingen. En je voelt jezelf verzekerd. En... dat wat jij aan creatieve ideeën of mentale ideeën, goede oplossingen erin stopt, in je werk stopt, is ook wat eruit komt. Je hebt ook goed resultaat. Dus het vertrouwen is er wel, maar jij moet eerst door die woelige zee van emoties heen, nadat jou duidelijk wordt... dat jij iets niet gaat krijgen, een loonsverhoging, een promotie, een bepaalde baan, een bepaald compliment, omdat je een vrouw bent. Bleh. Wat stom!
omdat het 2022 is en het speelt gewoon nog steeds, hè? Seksisme. Het speelt nog steeds. Nog steeds krijgen vrouwen minder inkomen dan mannen. Het wordt wel steeds meer gelijk getrokken, maar het is er nog wel steeds. Dat verschil. Ja. Ik zit even in te voelen of ik nog meer hierover moet zeggen. Wat ik doorkreeg, en ik focus me ook heel erg nu op het woordje 2 van tweelingen, is dat je dit stukje nog een keertje moet gaan bekijken. Voor duidelijkheid. Zet het desnoods ook even in je agenda. Dat je niet totaal van streek raakt op het moment dat jij tegen seksisme aanloopt. Want het is dus ook gunstig wat er gaat gebeuren. Want als je daar dus uit gaat komen, dan gaat het dus juist, ja, met de wind voor je. Ga jij juist voor de wind je gaat er juist professioneel verder mee komen. Dat is nog wel een interessante vraag. Blijf het werk erin stoppen. Dat is Pentakels 8. Heel duidelijk. Blijf het werken wel instoppen. Ga niet denken van, nou, als mijn baas zo over mij praat. Of zo over mij denkt. Of mijn collega's. Dan laat ik mijn werk verslappen. Dat niet doen. Daar ga jij niet happy van worden. Dan denk je, daar heb ik een ander mee. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Daar heb jij nu jezelf mee. Weer een pentakels. Pentakels 4. Die bij deze kaart een beetje, deze tarotset, een beetje akelig is afgebeeld. Met de dood erachter. Laat je niet gek maken door die emoties. Dit is echt een waarschuwing. Ik ben nu echt even je beste vriendin die jou vertelt, joh. Let hierop, want je gaat van slag raken. Of iemand in jouw naaste omgeving is gigantisch van slag. En je gaat met diegene, met die vrouw, dochter, ga je meelullen. Doe dat dus niet. Ga niet meelullen, want je gaat daar zelf ook heel erg onzeker van worden. Hou vast aan wat je weet. De reden waarom jij onzeker daarover kan worden, is omdat je denkt van, ja, maar dat als ik minder verdien, of als ik geen promotie krijg, of als ik geen vast contract krijg, of als ik wegga bij deze man, misschien heeft dit wel allemaal te maken met iemand met wie je getrouwd bent die heel veel geld heeft, dan is er niks meer voor mij in de toekomst. Dan is het net alsof ik al dood ga. Want tegen die tijd dat ik dood moet gaan, als ik oud ben, dan moet ik nog wel geld hebben. Jij wilt te veel vasthouden aan dat wat je nu hebt. En als jij dus te veel vast... Luister goed. Dit is echt zo liefdevol bedoeld, al zeg ik het een beetje streng. Maar als jij vast wil houden aan datgene wat je hebt, dan kan het niet meer worden. Jij denkt, nou, dan heb ik dit in elk geval al. Maar als je zo vasthoudt aan... ik heb 10.000 op de bank staan. Ik heb 10.000. Dat is wat ik heb. Dat is wat ik heb. En ik ga het niet uitgeven. Dus ik wil ook een loonsverhoging hebben. Want alles wordt duurder. En anders dan moet ik mijn spaargeld aanspreken. En dat wil ik niet. Ik heb 10.000. En ik wil 10.000 houden. 10.000, 10.000, 10.000. Dan hou je heel erg vast aan die 10.000. En kan het dus ook geen 20.000 worden. Dan kan het dus ook niet meer worden. En misschien gaat het over 20 miljoen voor jou. Weet ik veel. Of over 20 cent. Het kan, misschien zag je net al dat ik eventjes een glimlachje vertoonde. We hebben pentakels 4 en pentakels 8. 8 is het dubbele van 4. Als jij er werk in stopt, als jij er werk van jouw werk blijft maken, gaat het goed. Maar je moet wel dit loslaten, want het maakt je... Het maakt je juist onzeker. Snap je? Je bent onzeker. Dus wil je vasthouden aan je geld. Aan de status quo die je nu hebt. Maar juist... je hebt juist onzekerheid. Omdat je eraan vast blijft houden. Wauw. Dat is een super inzicht. Ja. Ja, echt, beluister deze hele clip nog maar overnieuw. Hij is echt, er zit zoveel in. En het gaat goed aflopen. Maar mits je hier doorheen gaat en geen drama gaat trappen. Als jij geconfronteerd wordt met seksisme.
Dus of nog een keertje weer die kant op, of naar, als dit al de tweede keer is dat je dit ziet, dan dus naar de speellijsten aan de andere kant in de laatste 20 seconden van deze clip. Dankjewel voor het kijken, tweelingen. Ik waardeer het enorm. Dankjewel. Dankjewel. En dat geldt ook voor jou, Kreeft. Ik ben echt ontzettend blij met alle kijkers en abonnee-aantal en hoe blij mensen ermee zijn, hoeveel mensen eraan hebben aan wat ik allemaal post. Oké. Kreeft. Let's do this. Ja. Okay. Right away. Rad van Fortuin. Koningin van Kelken. Staven 6. En met deze ga ik beginnen. Zwaarde 8. Jij hebt een bepaald idee. Zwaarden gaan over mentaliteit. Zijn lucht is een luchtteken. Zwaarden, wat zwaarde 8 wil zeggen, wat de titel eigenlijk is. Het is een bepaalde houding van je, een bepaalde mentaliteit. Namelijk, jij denkt dat je ergens niet uit kan komen. Dat iets niet goed is gegaan. Of dat het niet goed zal gaan. En dat is niet waar. Dat is niet waar. Maar komende 2 weken ga jij er zo overtuigd van zijn dat je niet verder kan komen. Maar het is niet waar. Je hebt hulp. Bij deze staaf 6 is iemand die de berijder van het paard, dus degene die door blijft gaan, degene die respect heeft en succes, die zegen viert, die krijgt iets. Die krijgt iets aangereikt. Je krijgt hulp. In dit set, in deze set van Rider Waite, zowel hier is hulp als hier is hulp. Normaliter staat dat niet bij deze. Is dat niet bij deze kaarten? Nou, hoe zeg je dat? Zijn er geen andere mensen aanwezig bij deze kaarten? Maar je wordt geholpen. Je wordt geholpen. Daar waar jij gaat denken, dit lukt me niet, dit kan ik niet, dit gaat mislukken of dit is al mislukt. Hoe kom jij daar dan uit? Het is echt een kwestie van vertrouwen. Daarom kijk je nu naar mij. Zodat je beseft dat je vertrouwen moet blijven hebben in een goede afloop. Want die goede afloop, lieverd, Kreeft, die is er. Rad van Fortuin. Dat wat je denkt dat je verloren hebt, komt wel weer bij je terug. Je hebt gelukt, het geluk wordt uitgebreid. Of je krijgt ineens mazzel. Er komt zomaar ineens iets op je pad. Een persoon die jou gaat helpen met iets. Ik heb echter, en daarom is dit dus een waarschuwing, om dus voor vertrouwen te kiezen. En hoe je dat doet is misschien door hardop te zeggen tegen jezelf een paar keer, als je aan die situatie denkt of als je erin zit, ik vertrouw op een goede afloop. Ik vertrouw op een goede afloop. Want als jij vertrouwen hebt, een stukje wet van aantrekkingskracht, dan gebeurt het goede voor jou. Dan gebeurt het goede voor jou. Heb vertrouwen. En dat vertrouwen dat je, en dan zeg je, oh, ik heb helemaal geen vertrouwen meer. Dat is niet waar. Als je 's ochtends wakker wordt, dan vertrouw je erop, zeker als het al 1 uur of 8 is of zo, dat de zon op is gekomen, dat het licht is buiten. Misschien niet dat de zon schijnt in die zin dat je zonneschijn hebt in je leven, in de wereld. Maar je weet dat de zon, je vertrouwt dat de zon opkomt. Je hebt wel vertrouwen. En dan is het dus maar dat hele kleine beetje. Je vertrouwt erop dat de kliko's leeggemaakt worden. Elke week weer, of eens in de maand, of weet ik hoe vaak ze bij jou komen. Of wat voor systeem je dan ook hebt. Je hebt al vertrouwen. Zeg niet, ik kan totaal niet vertrouwen. Is niet waar. Ga op zoek naar waar je deze situatie al wel vertrouwt. Als het dus zover is. Als je ergens vast in zit. En misschien weet je het nu al. Maar het kan ook heel goed dat het dus pas over 10 dagen gaat blijken.
Maar zoals gezegd, we hebben hier de koningin van Kelken. En zij is iemand die, ja, behoeftig, zich behoeftig kan opstellen. En de tegenstrijdigheid kreeft, hoor me goed, de tegenstrijdigheid is, je hebt hulp. Je hebt behoefte aan hulp en, en ik kan het niet alleen. En je bent ondertussen helemaal niet alleen. Herken je dat in een bepaalde situatie in je leven? Zo niet, dan ga je er dus tegenkomen, hè, komende 2 weken. Jij denkt dat je behoefte aan iets hebt. Maar je hebt datgene al. Of die hulp is onderweg. Dat geluk, dat heb je al. Alleen, je wil, je kan het niet zien. Misschien zit er dusdanig veel pijn onder, dat je het gewoon echt niet kan zien. Dat je al heel veel geluk hebt. En dat je niet wiebelig, wobbelig, wabbelig. Emotioneel overweldigd hoeft te worden. Maar dat je, ja, kan genieten van dat wat je al hebt. Dat alles stroomt. Dat alles vloeiend is. Dat je al geliefd bent. Een koningin, ja? Je bent niet deze persoon die denkt dat ze vast zit. Want je zit niet vast. Je hebt hulp. Je hebt al succes en geluk. En er gaat mazzel komen. Haal je kop uit het zand. Haal je kop uit het zand. Of uit je eigen kont als je het nog grover wil hebben. Je hebt het al goed, maar misschien is de pijn zo erg dat je, jemig, dat je het weg moet laten halen. Mijn website staat hier beneden, mocht je daar interesse in hebben, check de mogelijkheden eens. Maar anders, je komt er zelf wel uit, weet je. Het zijn fantastische 2 weken. Je kan genieten, er gaat geluk komen. Zie dat je het niet kan zien, waardoor je het wel gaat zien. Ik spreek in raadsels, maar het is wel waar. Dank je voor het kijken bij deze andere videoclips van mij. Kijk maar of je nog zin hebt, of je nog wil kijken. Heel veel liefs van mij. Ciao.